Radio. 105. Elke donderdagavond live muziek. Geluid van Groningen. Van stad tot strand. De Sound of Haarlem. Yo, goedenavond. Ja, bij ons gaat het fantastisch. Hallo? Kijk. Ja, je hoort ons wel, hè? Ja, oké, gelukkig maar. Ja, Groningen, Haarlem is een eindje. Daar kunnen we elke week grappen over maken. Doen we niet. Hoe is het daar? Gaat het goed? Ja, ik vermaak me uitstekend. Vanavond heb ik een sidekick uit Den Haag over. Ik woon in Groningen. Ja, jawel. Ik kom vandaag uit Den Haag. Je hokt in Den Haag, ja. Zo te zeggen. Tweede Kamerlid voor het CDA, nummer 3 op de lijst. Anne Kuik. En ze komt natuurlijk uit Groningen. Gronings trots op Oog Radio. Maar nu ook in Haarlem in de ether. En we zijn een beetje in afwachting, hè Anne? Ja, ik ben benieuwd. Ik zei al van... Ja, is daar een bepaald dialect of zo? Maar dit is gewoon hippe stadse muziek. Ja. Vind je dat goed? Dus ik ben benieuwd. Althans, wij komen altijd met hippe stadse muziek. Ik weet niet hoe het bij Haarlem zit vanavond. Maar nummer 3 op de lijst, dan kom je zeker in de kamer. Dat staat dan wel vast, toch? Ja, er moet wel iets heel erg fout gaan. Wil dat niet lukken? Ik zou bijna zeggen, dat klinkt arrogant, maar dit is toch wel zeker. Hey, maar Anne, wat ik mij afvraag. Je bent relatief jong, 34. Waarom ga je in hemelsnaam nu al in de politiek? En doe je het niet pas als je de 50 hebt gepasseerd? Ja, jongen, nu al? Op mijn 23ste al? Dat is het. Serieus, ik ben in de gemeente. Ja, joh, maar dat is... Weet je, politiek gaat over jou. En ik maak me druk om dingen. En daar wil ik wat over zeggen. En ook voor mensen die daar minder goed in zijn om voor zichzelf op te komen... vind ik het ook gewoon tof om daar mijn best voor te doen. Nou, ik denk dat je Groningen al overtuigd hebt, maar nu Haarlem nog. Als je nou binnen 15 seconden jezelf moet presenteren aan Haarlem en alle Haarlem 105 luisteraars... wat zou je dan zeggen? Ja. Nou ja, dan even het ene punt. Woningtekort. Het is gewoon heel lastig om aan een woning te komen voor starters. Ja, dus wat wij zeggen is 1 miljoen woningen erbij in 10 jaar. Kijk. Okay. Nou, dat gaan zijn het de bedragen. Wij zijn aan de beurt deze week. En het leuke is, we hebben een primeur. We en jullie in Groningen en in Haarlem. En aan de telefoon heb ik namelijk David Breebaard van de band Moos. Of is het Moes, David? Het is Moos. De Nederlandse vertaling. Ja, en ik zeg het juist, hè, de primeur. Ik heb jullie even moeten overtuigen, maar het is gelukt. Ja, dat klopt. Ja, voor Haarlem 105 hebben we alles over. Dus we zouden hem eigenlijk om 12 uur vanavond voor het eerst op Spotify laten horen. Maar hiervoor wilden we wel een uitzondering maken. Nou, dat is goed om te horen. Kijk. Pluspunten voor jullie. Hey, wat is het unieke, denk jij, aan de band Moos? Dat is een flinke vraag. Nou, ik denk dat wij ons wel onderscheiden, omdat we eigenlijk, je hebt veel bandjes die heel moeilijk proberen te doen, om het even zo te zeggen, zeg maar, wat ook heel vet is, met moeilijke akkoorden en moeilijke ritmes en dat soort dingen, maar bij ons draait het wel echt om het dansen en om het zingen en om het muziek maken. Ja. En ik denk dat je goed kan horen dat we veel lol hebben gehad met het maken van de muziek. Goed. Hey, je bent nu op Haarlem 105. We zullen je ongetwijfeld vaker draaien. We hopen je natuurlijk ook in de studio een keer te ontmoeten. Maar je bent ook te horen op Oog Groningen. Dus ik zal zeggen, ja, dit is wel jullie moment om misschien ooit een keer geboekt te worden daar. Dus wat moet... Er gaat niets boven Groningen. Nee, dat bedoel ik. Wat moet blijven hangen bij de Groningers, David? Ik zou sowieso... Het is natuurlijk al een jongensdroom om in Groningen te mogen spelen ooit. Dus ik zou zeggen, ik hoop dat de muziek voor zich spreekt. Maar ik zou heel graag een keer in Groningen willen spelen. Dus het is een beetje een open sollicitatie eigenlijk. Oké. Henry, overtuigd? Nou, dat gaan we eerst meemaken. Want ik heb hier een streng jurylid. En die moet dat toch even gaan beoordelen. Dus we zijn benieuwd. Wat komt hier naar Groningen toe dan? Ja, nou, we gaan er naar luisteren. David, wil jij hem zelf aankondigen? Ja, zeker. Dit is What It's Like to Be Loved, een primeurtje op Haarlem 105 en in Groningen. What it's like to be. Can be too sure. I
officiële primeur van de Haarlem-student Moos. What is like to be loved? Ook op Oog Groningen. En David. Ja. Dan ben jij natuurlijk wel benieuwd wat voor cijfer je gaat krijgen voor dit liedje. Ik word gek van de spanning, Rudy. Ja, Groningen. Oog Radio. Nieuw. Daar hebben wij een speciaal pikkeltje voor hier bij Oog Radio. Dat moeten we dan even laten horen ook. Ja, en ik kan alleen maar zeggen dat what it's like to be loved, hoe het voelt om geliefd te zijn. Ja, daarvoor hebben we een jurylid in de studio die weet hoe geliefd ze is in de Tweede Kamer. Maar ook hoe ze geliefd is in privésfeer. Anne Kuik van het CDA. Ja, nou, ik heb niet stilgestaan. Het was echt een lekkere swing. Je voelt hem ook echt. Maar ik zie ook direct de plaatjes voor me. Ik zie direct de clip voor me. Mm-hmm. Beetje romantisch natuurlijk. Kijk. Ja, ik zeg deze gaan we vaker draaien, Henry. Oh. Ja. Ja, zeker. Ik 9. Wil graag een cijfer. Wat? 9. Een 9? Wow, Haarlem. David. Oh. Een 9, David. Ja, een 9. Kijk, ik weet niet of het geweldig. En dan moet ik me volgende week weer overtreffen. Dankjewel, Anne. Ja, nee, maar weet je, het liedje voelt toch ook een beetje. Ja, alsof aan het einde ken je hem ook. Hè? Ja, je wil hem vaker horen. Gaat een beetje onder je uitzitten. Ja. Ja, dat klopt. We waren lekker aan meeswingen, Rudy. Nou, heel goed. David, hoe oud ben jij? Ik ben 22. Nou, dan weet ik wel waar je stem naartoe gaat. 16 maart. Nummer 3, CDA maart. In de Tweede Kamer. Ja, ja. Inderdaad. Hey, dankjewel Anne, dankjewel Henry en ook dankjewel David en tot volgende week. Okay, tot dankjewel. Volgende week. Ciao Haarlem. Goed, dat was weer de battle met Oog Groningen. En een 9, lekker hoor. Moos, What It's Like to Be Loved. Ga je ook zeker vaker horen hier in Sound of Haarlem. Over lekkere liedjes gesproken. Op en top zomer. Here is Jamiroquai, 7 Days in Sunny June. The pale mouse you've